De samenleving heeft goed ingespeeld op de themadag die het Staatsziekenfonds gisteren heeft georganiseerd. In de verschillende stands konden de bezoekers terecht voor informatie die is verschaft door verschillende specialisten. De burgers konden de status van hun bloedsuiker laten checken en hun bloeddruk laten meten. Er waren ook een cardioloog en een diëtiste aanwezig. Een van de bezoekers gaf aan dat het goed is vroeg te weten als er iets met jou aan de hand is, dan laat erachter komen wanneer er niets meer gedaan kan worden. De diabetes-voedspecialiste gaf advies wat te doen bij pijnklachten. We vroegen enkele bezoekers waarom zij het belangrijk vonden om onder andere hun bloeddruk te meten. Voor een gezonde levensstijl, ook al ben je jong, toch dan nog zou je goed, heel goed moeten omgaan met je gezondheid, zodat je op je oudere dag geen problemen ervaart. Dus preventieve zorg, met andere woorden. Dus je doet het liever te vroeg dan te laat? Klopt. Ik werk namelijk ook hier, ja, bij personeel. En ik wil een paar dingen checken van mijn lichaam. Waarom vindt u het belangrijk? Ook het gezondheid is de eerste plaats. En wat is de zuster aan het doen? Nou, ze gaat even mijn voet gewoon kijken. En heeft u er last van? Wat zeg je? Ik heb geen last, maar soms heb ik wel pijn in mijn voet. Ga ik een paar prikjes onder uw voeten doen? U heeft het gezien? Als u iets voelt, dan zegt u ja. Maar u gaat uw ogen dicht doen, want anders gaat u zien waar ik ga prikken. Oké? Okay? Ik ga nu beginnen. Als u iets voelt, dan zegt u ja. Volgens diëtiste Tiffany Soupaar is het niet wijs om in één keer direct zwaar af te vallen. Het menselijk lichaam denkt volgens haar namelijk zelf na en als je in één keer te veel afvalt, kan het lichaam tegenwerken, waardoor je in één keer weer snel kan bijkomen, zegt de diëtiste. Meestal om in één keer snel af te vallen, gaan we hele extreme diëten volgen. Toch? En zulke diëten zijn meestal ook niet lang vol te houden. Waardoor je dus op een gegeven moment, ik zeg maar over na een maand of anderhalve maand, je weer je normale eetpatroon begint aan te nemen. Wanneer dat gebeurt, gaat het lichaam zoiets hebben van, wacht even, ik heb zo lang niet goed gegeten, ik heb zo lang onvoldoende voedingsstoffen naar binnen gekregen en nu begin ik weer normaal te eten. Dus wat gaat het lichaam doen? Het lichaam gaat alle voedingsstoffen, met name die vetten, die eiwitten en die koolhydraten, opslaan. Heel snel opslaan, waardoor we ook weer snel kunnen aankomen. En soms kunnen we zelfs het dubbele daarvan aankomen. Omdat we eigenlijk ons lichaam voor een bepaalde periode hebben laten verhongeren. Het voordeel van langzaam afvallen is dat je lichaam daaraan ook gaat wennen. Het gaat wennen aan het proces en je hoeft bij langzaam afvallen geen extreme diëten te volgen. Dus je lichaam went er ook wat makkelijker aan. En het voordeel is ook dat je ook makkelijker en langer op datzelfde gewicht blijft. En steeds blijvend afvalt eigenlijk. Tiffany Soupaar, diëtiste bij het SZF. Zij gaf adviezen aan personen die gisteren op de themadag van het Staatsziekenfonds aanwezig waren. Het SZF heeft deze themadag georganiseerd om de samenleving bewust te maken van de noodzaak van een gezond leven.